Ik had voedselvergiftiging. Ik heb de hele nacht en dag gekotst. Oh nee. Oh, dat is die aflevering. Oh, dat weet ik nog goed. Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag gaan we weer reageren op Brugklas. Ik heb er hartstikke veel zin in en ik hoop dat jullie er ook veel zin in hebben. Ik heb weer 3 weekupdates voor jullie klaarstaan. En in de vorige aflevering zijn we natuurlijk geëindigd met dat mijn vader een inbraak heeft gefaked en mijn spullen online had gezet. En daar gaat de volgende weekupdate gewoon over door. Ook zien we deze aflevering hoe KwakTV naar Creta gaat. We gaan dus met KwakTV op vakantie. En daar heb ik nog wel een heel erg leuk verhaal over, want ik was daar namelijk dood en doodziek. Dat ga ik straks allemaal vertellen. Ik ga mijn koptelefoon nu opzetten en dan gaan we gezellig samen kijken. Let's go! Meneer De Haas heeft voor ons geld vrijgemaakt om een nieuwe camera te kopen. Oh, ja, we kregen een nieuwe camera met KwakTV. Het Amerikaanse leven heeft jou goed gedaan. Zo. Absoluut. Zo, en wat leuk dat wij een reportage mogen maken van jou. Hij heeft ook ooit in Brugklas gespeeld. Deze jongen die heeft ook ooit in Brugklas gespeeld. Maar toen speelde ik er nog niet in. En volgens mij heeft hij maar een jaartje erin gespeeld. Maar dat weet ik niet zeker. Misschien weten jullie dat beter. Laat even weten in de reacties. Maar hij woont dus nu in Amerika volgens de serie. En hij is toevallig in Nederland. En wij mogen hem interviewen over het leven in Amerika. En zoals je hier ziet hebben wij echt een super lijpe camera gekregen van meneer Grimbergen. Laten we kijken wat er gaat gebeuren. Kan ik €2 van je lenen? €2? Kijk eens. Jesse heeft verteld dat zijn pa de laatste tijd veel financiële problemen heeft. In deze scène waren wij zo melig, Saber en ik. Maar dat hebben wij wel vaker gehad, dat we gewoon echt keihard moesten lachen. Maar je ziet hier nu ook al aan mijn gezicht, ik probeer hem zo min mogelijk aan te kijken. En als ik hem aankijk zie je dit. Je ziet opeens zo'n grijs komen en dat zie je ook bij Saber, want hij lacht terwijl hij vraagt: hé, mag ik €2 van je lenen? Maar dit was weer zo'n scène waarin wij allebei echt het allebei hadden kunnen verpesten door keihard te gaan lachen tijdens de opnames. Jullie moeten nog maar een keer eens kijken naar deze scène nu ik dit verteld heb. Misschien gaat het jullie ook opvallen als jullie dit zien. Hier, moet je maar kijken. €2 van je lenen. €2? Kijk eens. Jesse heeft me verteld dat zijn pa de laatste tijd veel financiële problemen heeft. Hé, allemaal leuk en aardig, maar hoe gaan we monteren zonder de camera? De camera is weg, dan loose. De camera ligt in de kast, dus... Weet jij wanneer Jesse? Ik had hem op tafel gelegd. Ja, ik had hem gewoon op tafel gelegd. Tuurlijk is onze camera binnen een half uur weg. Oh ja, kijk, je kan er €2 van. Nee. Ik had €2 van hem geleend en ik ga hem teruggeven. Zie ik ineens dat hij een briefje van 50 op zak heeft. Terwijl hij geen zakgeld meer krijgt en gisteren van mij moest lenen. Hij denkt natuurlijk dat ik het heb gestolen. Maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Maar een gemiddelde camera is sowieso boven de €500 of de €300. Een camera kan je niet verkopen voor 5... Nou, je kan het natuurlijk wel verkopen voor €50, maar dat zou niet zo slim zijn. Maar goed, laten we kijken. Hij verdenkt dus mij op het stelen van de kwakcamera. Kom je eens aan die €50? Dat gaat je helemaal niks aan. Jij denkt dat ik dat ding heb gestolen, hè? Zeker. Ja, ik denk dat ik het heb gestolen. De camera is kwijt. Wat? Maar nee, hij is gestolen. Is er iets wat we kunnen doen? Jongens! Ik heb hem als goed is aangesloten op de cloud. Als dat gelukt is, dan zou ik hem moeten kunnen lokaliseren. Even... Gekke techneut. Ja, die cloud stond vol met foto's en selfies van Kian. Die in L.A. was, New York. Stomme Kian! Nou, nu weet je in ieder geval wel zeker dat ik het niet was. Nee, dat wist ik allemaal. Sorry, grap. Kian! Het was Kian! De jongen heeft hem meegenomen naar Amerika, want de hele cloud stond vol met foto's en filmpjes van hem. Ja, is niet normaal. Ik vind het niet normaal. Kian, als jij ooit nog wat wilt zeggen of je excuses wil aanbieden, dat mag. Nou goed jongens en meisjes, we zijn alweer aangekomen bij weekupdate 13. Dat is de tweede weekupdate voor deze aflevering. Maar deze is wel heel erg lang. Deze is gezellig lang, want dit is een hele weekupdate vol met KwakTV op reis. Laten we maar beginnen. Geleden kwam ik erachter dat hij op Creta woont. En ik wil hem heel graag ontmoeten. Dus we hebben Bona en ik een plan bedacht om naar Creta te gaan en hem daar op te zoeken. Het komt namelijk door mij en Nola dat we dus niet meer naar Marokko gaan en nu dus naar Griekenland gaan. We zouden naar Marokko gaan. Maar dat weten Jesse en Ramsey dus niet. Wat is er? Joy is vanmorgen wakker geworden met koorts en met een hele hevige migraine. Dus ze gaat niet mee op reis? Nee, daar lijkt het niet op, nee. Hoi, hey, hoe gaat het? Oh, hier waren we dan. Nou, als ik eerlijk ben, gaat het echt best wel slecht. Maar zo tof dat jullie het hebben geprobeerd en dat jullie gewoon Marokko hebben weten te ruilen. Echt. Wat? Dus daarom zijn we hier? Het was dus zo, het hele verhaal ging, kijk... We gingen dus met KwakTV op reis. En we zouden eerst naar Marokko gaan, maar uiteindelijk op het laatste moment zijn we geswitcht van Marokko naar Creta. En dat kwam dus omdat de vader van Joy daar woonde en zij wilde heel graag haar vader ontmoeten. En dat hoort Ramsey dus nu en daar is hij dus boos om. De vakanties met Brugklas waren altijd zo leuk. Ik weet nog in het vliegtuig al onderweg... was het allemaal... Oh, ik heb zo gelachen met Ramsey. De Saber dus. Als je op reis gaat met een productie, en wij gingen dus met Brugklas weg, dan voel je echt een soort van familietje. Want dan heb je de cameraman, de geluidsman, de regisseur, en dan 2 mensen van de productie, en dan de cast, en dan ben je echt zo'n hechte groep. Dat was echt super gezellig op de airport, in het vliegtuig. En ja, kijk, je bent natuurlijk ook aan het opnemen, maar eigenlijk heb je meer het gevoel alsof je... ja... gewoon serieus op vakantie bent, want dat opnemen is zo leuk en het gaat allemaal zo makkelijk en snel. Ja, het was gewoon hartstikke leuk, daar komt het op neer. Laten we verder kijken. Als je chagrijnig bij wilt blijven zitten, moet je maar lekker alleen doen. Als je kop maar houdt tegen Grimbergen, want hij mag er niks van weten. Doei. Doei. Ja, Lola heeft hem net verteld. Sorry? Hij weet het. Maar dit is Knossos. Dit zag ik in mijn reisgids. Knossos? Werkt hij dan niet gewoon als gids? Dat kan. Ja, nu gingen we de vader van Joyce zoeken. We moeten daar gaan zoeken. Ja. Gaat hij ons nou echt verklinken? Het is toch een kleine verandering in ons plan. We gaan nu niet met het bootje varen. Dat doen we een ander keertje wel. We gaan naar Knossos. Ik zei tegen hem dat ik niet kan zwemmen en dat ik dat bootje niet in durfde. En dat ik helemaal in paniek zou raken als ik het bootje in zou gaan. Knossos. Moet je nou altijd achter de meisjes aan denken? Hier op deze unieke plek zelfs? Okay. Dat meisje dacht dus die gast, de vader van Joy, van de foto te herkennen als de buurman van haar opa. Laat het maar aan mij over. Jongens, dit was de... jullie zagen dus net dat ik in Knossos was. Ik voelde me daar echt niet goed. De dag daarvoor ben ik echt super ziek geworden. We aten namelijk in een visrestaurant. En in dat visrestaurant kon je ook vlees bestellen. En dan denk je van, maar hoezo bestel jij vlees in een visrestaurant? Ik weet het ook niet. Ik had voedselvergiftiging. Ik heb de hele nacht en dag gekotst. Maar dit was de eerste dag dat we naar dat monument, ja, soort van ruïne gingen, wat Knossos heette. Waar ik me weer een beetje beter voelde. Dus dat was ook echt, het was echt vermoeiend. Het was, ja, ik voelde me echt niet goed. Ik had buikpijn en zo. Maar meestal als je voedselvergiftiging hebt, heb je best wel lang last. Maar ik heb dus echt een hele dag lang heb ik gewoon uitgeziekt. En toen ben ik gelijk weer doorgegaan met opnames. En straks in andere stukjes zien jullie ook dat ik er niet bij ben. Omdat ik dus een dag op bed heb moeten liggen hiervoor. Maar goed. Man, het lijkt net of je je vader helemaal niet wil vinden. Is dat zo? Ja. Ben jij eigenlijk al ziek? Joy! Heel jammer dat Joy haar vader niet meer wilde zien. Maar goed, ik ondertussen wel. Ik ga die zoektocht niet zomaar stoppen, het is veel te spannend. Joy die wil haar vader niet meer zien. Die wil haar niet zoeken, daarom is stoppen, maar wij kunnen er gewoon mee doorgaan. Het plan was simpel. Bo zou doen alsof ze doodziek was. Ik zou haar dan brengen naar het busje. En in plaats van het busje zouden we naar de vader van Joy gaan. Nola, als jij met haar meegaat, je hebt nu toch even niks te eten? Ik heb een kwartier nodig om de vader van Joy te vinden. Werk je mee? Ik wist het. Alsjeblieft. Ik doe dit echt niet voor mezelf, ik doe dit echt voor Joy. Jij hebt ook gezien hoe graag ze haar vader wilt gaan vinden. Hadden we eindelijk dat adres gevonden, was hij niet eens thuis. En nu? Ja, wachten tot hij thuis komt. Er woonde een oude man die alleen maar Grieks sprak. En ik liet hem een foto zien en toen schreef hij iets op. Ze hebben hem niet gevonden. Volgens mij is het een adres. Ik weet dat jullie denken dat ik niet goed wijs ben, maar ik heb echt wel door dat jullie met van alles en nog wat bezig zijn. Behalve met het maken van een reportage voor KwakTV over Creta. Kijk, Rams op de achtergrond een foto maken van de toerist. Die zijn we aan het zoeken. Het busje in, nu. Dat is het adres van Joy's vader. We willen er graag heen, alleen we kunnen het niet lezen. Oh, en nu mag ik dat even voor jullie gaan vertalen. Ja. Ik had Joy dus gevraagd om een videoboodschap te sturen voor het geval Grimbergen moeilijk ging doen. Oké, ik ben het totaal niet eens met de manier waarop jullie dit hebben aangepakt. Maar we gaan wel op zoek naar dit adres. En dit moet het zijn, jongens. Daar staat een huis. Hé jongens, volgens mij is het een begraafplaats hoor. Dit was trouwens de dag waarop ik echt heel erg ziek was. Uiteindelijk hebben ze in het verhaal dus geschreven dat ik dus echt iets verkeerds had gegeten. En het klopte net, het paste net toevallig allemaal in elkaar. Waardoor ik deze dag er niet bij was. Maar goed, ik vond het wel heel erg jammer, want ja, ik was echt ziek die dag. Echt de hele dag lang voelde ik me echt niet goed. Daarom ben ik er dus nu bij. Goed, we gaan door naar de laatste week-update van Brugklas seizoen 6. Dat gaat snel alweer. Week-update 16. Daarna gaan we alweer naar Brugklas seizoen 7. Goh, wat gaat dat snel. Maar goed, laten we doorgaan. Ik ben al een poosje verliefd op Jesse en ik hoop dat het overging. Nola is verliefd op mij. Ik kans met Jesse. Ja? Hij is toch al eerder verliefd op jou geweest? Ja, maar dat is al zo lang geleden. Ja, maar ik denk dat hij nog steeds wel gek op je is hoor. Maar gewoon niet meer durft. Net zoals ik met Ramsey heb. Ik hoop het. Oké, ik ga het gewoon vertellen. Vind jij Ramsey leuk? Ik weet gewoon niet hoe ik hem duidelijk moet maken dat ik hem wil. Bo was verliefd op Ramsey. En Nola was verliefd op mij. En ik was ook verliefd op Nola. Alleen we liepen elkaar steeds mis. En we snapten elkaar niet helemaal. Waardoor we uiteindelijk niet bij elkaar kwamen. Ik heb net bij Jesse geprobeerd en het is echt grandioos mislukt. Ja? Oh. Oh. Oh, mijn god. Oh. Vandaag is de schoolreunie en er komen echt een paar honderd man voor. Zo! Wow, zag ik er zo uit? Kijk even, kijk mijn haar, jongen. Schoolreunie en er komen echt een paar honderd man volgens de leren. Wat een gladde aal. Force, de winnaar van het Junior Songfestival. Nou, best... Wat zeg ik nou? Wat zit ik nou allemaal uit? Even, nu ben ik stil. Vincent, stil zijn. Kijken. Het is de schoolreunie en er komen echt een paar honderd man volgens de leraren. Ja, en Force, de winnaar van het Junior Songfestival. Nou, best... Force komt. Jongens, dat is wel heel erg lijp. De schoolreunie. Er kwamen een paar honderd man en Force kwam optreden. Oh nee. Oh, dat is die aflevering. Oh, dat weet ik nog goed. Dit was de aflevering waarin ik me echt schaamde, jongen. Oh. Dit was een aflevering waarin ik dus op het podium moest gaan staan. En toen moest ik een soort van speech gaan geven over wat ik leuk vind aan Nola. En uiteindelijk moet ik haar verkering vragen tegenover al die mensen. Als personage is dat ongemakkelijk. Maar ik vond het... Als Vincent, als mijn zijnde, vond ik het ook best wel ongemakkelijk, om eerlijk te zijn. Oh, dat weet ik echt nog goed. Ik zat er echt tegenop te kijken. Maar goed, laten we gaan kijken wat er gebeurt. Wat ben jij allemaal aan het doen met Nola? Maar ze maakte toch ook een grap? Nee. Nee? Nee. Hé, wat was er zo belangrijk? Ja, dat gaat Jesse je wel uitleggen. Meen je het wat je gisteren zei, dat je me leuk vond? Ja, wat moest ik daar nou weer op zeggen? Ik had ook geen idee wat hij wilde horen. Vindt hij mij leuk of niet en wilde alleen maar sorry zeggen? En dan zou ik nog een keer worden afgewezen. Daar had ik echt geen zin in. Ik vind jou ook leuk. Natuurlijk niet. Dat was een geintje. Wat denk jij nou? Dat zegt zij. Oh mijn god. Zij zegt dat het een geintje was. Omdat ze denkt dat ik niet verliefd op haar ben. En dan zou ze dus weer een blauwtje lopen. Dus daarom zegt ze van... Oh nee, dat was een geintje. Terwijl ze eigenlijk hartstikke verliefd op mij was. En ik was het ook op haar. Dus dat is wat ik net ook zei. Dat we gewoon een beetje miscommunicatie hadden. Waardoor we niet bij elkaar kwamen. Waarom heb je in de zeik genomen? Nola vindt me helemaal niet leuk. Jawel. Ik heb toch net met haar gepraat en ze was niet serieus. Nee. Maar heb je wel gezegd dat jij haar ook leuk vindt? Nee. Hier, daar ga je al. Natuurlijk geeft ze dan niet toe dat ze jou ook leuk vindt. Ze wil niet bij je afgaan. Wacht even. Hoe weert het nou? Ik doe even mijn raam dicht, jongens. Ik ga even mijn raam dicht doen. Zo, het is slecht weer, hé. Wat ze plat. Het raam is dicht. We kunnen weer verder. Jongens, het moment van de waarheid is aangebroken. Ik ga mijn speech geven. Zou ik misschien wel doen? Ja. Ja, Nola. Nou, ik ben gewoon gek op je. Nu ik toch sta, wil je verkering met me? Nou, wil je verkering met mij? Ja, tuurlijk. Ik heb met het leukste meisje van de school. We hebben iets. Dit was Force. Zag je ontstaan, jongens en meisjes. Ramsey heeft een relatie met Bo. Ik heb een relatie met Nola. Eind goed, al goed. Ik moet jullie helaas wel mededelen dat dit de allerlaatste week-update was van Brugklas seizoen 6 en van deze aflevering. Maar volgende week gaan we weer gezellig door met Brugklas seizoen 7. Maar vond je deze video leuk? Laat er even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.